Dagelijks worden mensen gepest. Het zij misschien op het werk, op school, de sportclub, bij vrienden, thuis of anywhere else. Sommige mensen bijten van zich af, maar weer anderen houden het voor zichzelf. Abigail ging bij de Weekpraat langs bij de studenten van SPI om te praten over het onderwerp pesten. Vandaag ben ik bij het SPI. De toekomstige leerkrachten zitten hier op school. Ik zal het vandaag hebben over pesten. Dagelijks hebben we te maken met pesten. Het mag zijn om de lelijke schoen die je aan hebt of omdat je niet perfect gebouwd bent en dan word je gepest. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Daarom ben ik op stap met de stelling. Iedereen die zwijgt over pesten is medeplichtig. Ben je eens of oneens? Oneens zeggen hoor, want niet direct dat je onplichtig bent, maar het hangt er vanaf in de situatie dat die persoon is. Eens. Ik ben eens. Ergens ben ik het eens, ja, toch wel, dat je medeplichtig bent. Want als je je mond open doet, zeg maar, er komt een onderzoek en je maakt je mond open, zeg maar, ja, die leerlingen worden gepest door zo. Zou je best wel een bijdrage kunnen leveren aan het stoppen daarvan? Ik ben eens ermee. Waarom zeg je dat? Omdat je weet niet met wat voor achtergrond het kind kan komen. Als je eens bent, mee. Dus gewoon, je kan het zien. Als je het kan zien, niet dat het dom is, maar het is een beetje logisch dat je kan het zien dat iemand wordt gepest, toch? Dus ik ben eens daarmee. Wat is uw ervaring met pesten? Is er vaker voorgekomen dat studenten gepest werden in de klas? En hoe ging u ermee om? Als docent heb ik het inderdaad nogal meegemaakt. Niet al te vaak, maar het komt wel voor dat studenten worden gepest in de klas. En ja, ik heb een beetje ervaren als student in mijn jongere jaren wat het betekent om gepest te worden. Dus ik weet dat het geen goed gevoel is, geen aangenaam gevoel. Ik ben wel een keertje gepest, ja. En hoe ging jij om ermee? Ik heb het eigenlijk voor mezelf gehouden, maar omdat ik het opgebouwd heb, ik het gewoon een keertje gaan uithuilen en dan ben ik like, nee, het moet gestopt worden. En ik ben gekomen voor mezelf. Niet direct. Niet dat ik nooit ben gepest, maar ik was wel in een groep van, ja, ik heb mensen wel gepest. En om zo te zeggen, het is echt iets die niet prettig is, want je maakt die persoon echt van binnen kapot, dus geestelijk. Wel, het is sinds toen ik klein was ik gepest, dus door een meisje en vanaf de... Maar dat is één punt dat ik wil maken, dat pesten heeft me eigenlijk geholpen. Maar ik zeg net pesten goed is, maar het heeft me wel geholpen om mezelf te vinden. Dus als zij me niet had gepest, zou ik een heel andere persoon zijn. Dus. Je voelt je heel rot daardoor en het kan zo ver komen dat je soms niet eens zin hebt om naar school te komen. Begrijp je? Dus ik persoonlijk, ik kom altijd op voor de persoon die gepest wordt. Begrijp je? Ik zoek altijd om die situatie. Ik kijk even waarom pesten ze de persoon enzovoort. En ik probeer het een beetje om te draaien. Hoe lang werd je gepest? Een paar jaren terug. En was er iemand die voor jou is opgekomen? Minstens nee, ik kwam zelf op. Om eerlijk te zeggen, ja, bepaalde mensen waren opgekomen voor die persoon daar. En ze hebben gezegd, ja, best is niet goed, want ja, je kan zo bij die persoon dan doen. Dus bijvoorbeeld die persoon van binnen beschadigen, zoals ik het zo net daar had gezegd. En het is best, ik kan heel veel met de persoon doen. Vooral als die persoon al zwak is en je weet niet de persoon, hoe de situatie van de persoon is of wat de persoon omgaan, dus hoe moet ik het zeggen, dus wat de persoon situatie is. En hoe ging jij om op dat moment toen je gepest werd? Hoe deed je? Was je meer rustig of ging je tot iemand praten? Wat was jouw gevoel? Ik zei altijd dat het me niet hindert, maar het was ook onbewust. Het was onbewust. Dus toen ik klein was, wist ik het ook niet. Dus. En wilde je wel graag hebben dat iemand voor jou moest opkomen? Wilde je wel dat hebben? Eigenlijk wel, maar anders gaan ze zeggen, ja, jij brengt iemand anders om op te komen voor jou in plaats van jezelf. Dus. Ze gaan je eigenlijk als een zwakkeling. Ja, je bent een zwakkeling. Heb je een boodschap
Voor zij die gepest worden, heb je advies voor hun hoe ze ermee kunnen omgaan? Wel, mensen die gepest worden, het wordt beter. Neem een voorbeeld van mij. Ik weet niet als ik een goede voorbeeld ben, maar neem een voorbeeld van mij. Al als je gepest wordt, het is niet zo erg. Het is jouw leven. Een persoon gaat je niet kunnen veranderen, ja, dankjewel. Pesten jullie niet, want pesten is echt niet goed, want als je dat met dat begint, ga een persoon echt kapot maken en op het eind ga je echt spijt ervan hebben, want je weet niet hoe de persoon is of wat door die heen door de persoon gaat en je kan de persoon gewoon echt kapot maken van binnen en ook van buiten. Mijn advies is, je moet het niet houden voor jezelf, praat met iemand die je kan helpen en als dat kan gebeuren, dan weet je hoe je verder in het leven kan gaan, ja. En heb je een advies of een boodschap voor degene die pesten? Voor degene die pesten, ze moeten ermee stoppen, want dat... Hoe zeg het? Je gaat niet ermee verder gaan. Kijk, plaats jezelf in de persoon van die ene die gepest wordt, toch? Probeer in te denken hoe die persoon zich voelt. Zou je het ook leuk vinden voor jezelf, begrijp je? Als dat niet het geval is, doe het niet. We noemen dat met een mooi woord leedvermaak, toch? Wanneer je iemand pest, jij geniet ervan, maar de persoon geniet er niet van, begrijp je? Dus doe het niet, want je zou het ook niet voor jou willen, dat anderen jou pesten, toch? En ik zeg ze altijd, ik kan gemakkelijk iets vinden om jou te pesten, begrijp je? Maar ik doe het niet, omdat ik je niet pijn wil doen. Begrijp je? Dus dat wil ik zeggen tegen de pesters. En tegen de niet-pesters, be strong. Er zijn altijd mensen, de jeugd noemt ze met een mooi woord haters. Er zijn altijd haters en mensen die het slecht willen voor anderen. Be strong, begrijp je? En ja, ik zou zeggen pray. You know, om kracht van de God die je dient. Begrijp je? Voor mij is dat Jezus, maar de God die je dient. Bid om kracht. Begrijp je? En je vindt sowieso een oplossing.